Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video van Joevoel Game. Vandaag ga ik de eerste keer een sketch opnemen. En deze is speciaal voor jullie. Dus, al wat in deze video wordt getoond en verteld is eigenlijk totaal niet waar. En het is een sketch, het is allemaal niet echt. En de grof taalgebruik. En ja, als je wilt kijken, plezier. Daag. En John. Later. Hallo Kenny, hoe gaat het? Wat goede gast, en met haar? Oké, hè? De chef is weg! Op vakantie! Kom, gaan we eens bellen! Allee, dat is goed! Oké, ik typ het nummer 1! Ja? Chef, hoe gaat het? Goed, goed. Ben dat op vakantie, kan u gezegd niet meer aan, waarom belt je mij? Ik wil een vriendje zijn! En jij, Kenny? Allee, gast, dat meen je nou toch niet? Kom jong, leg af, dan kunnen we voet zwaaien. Allee, dag chef! Ja, Kenny is mijn goede vriend, hè? Allee, dag! Oké, Kenny, we zijn weg. Allee, kom. Wat gaan we vandaag doen? Hier naar links. Oké, oh, is dat juist? Allee. De GPS zegt dat we achteruit moeten. De GPS moest zijn bakken zo. Ik heb de bom geraakt. Shit! Nee, minder dan dat. Oké. Maar vind je oude eigenlijk best wel mooi, Kenny. Ja, maar hij is hem nog in orde, maar ja, wacht nog een paar minuten, dan is hij helemaal kapot. Ja, maar ik heb het pas mijn rijbewijs gehaald hoor, mijn chef. Oeh! Wat had ik hier aan dat weer gezicht? Let nou toch eens op. Kijk uit, daar staat een boom. Opa, boom. Je moet niet alles kapot draaien, meisje. Verdomme toch, het leven is hard. Ja, net als uw hoofd. Ja. Met mijn skiën, daar zit ook niks in. Doe maar. Klein probleempje. Oh, dit toch niet. Sorry about that. John, red die gast niet omver. Sorry, dat was Kenny. Oh, dit is veel te veel pk voor mij. Ja, alles is te veel pk. Wat zijn de kalkoenen? Oké, we gaan verder. Ja, allee, ja. Paal. Oké, we gaan verder. We zijn bijna bij de cinema. We gaan weer tot welke film met het einde ook. Goeie vraag, Assa daar nog binnen gaan laten? Wat dan, Assa maar Bin Laden? Assa maar Bin Laden, ja. Ze hebben een film gemaakt over Osama Bin Laden, ja, ik weet ook niet waarom. Allee, top, we gaan eens een keer kijken, hè? Ja, oh. Ik weet... Schroom, pas dat toch eens op. Auto. Zo gaan ze haar niet binnen laten, hè? Ik ben hier, parkeert jij de auto, dan ga ik al naar binnen. Oh ja, goed plan. Ja, allee, jongen. Waarom verlaten na de auto? Ik ga kaartjes halen, hè. Tot straks. Is... Kijk een keer. Ja, die is dat daar goed geparkeerd. Oké. Ik heb mijn wapen weggenomen, want dat is niet zo. Hey, ik kan een kaartje al kopen, hè? Hallo! Ik heb dat lelijk waaf gezien. Dat was mijn mama. You what, mate? Waar is de ingang weer? Ik vind dat hier niet, verdomme toch? Allee, John, lopen, oh, kijk, lopen. Ik had een action pop. Kijk! Slacht hem op zijn bakjes! Dan kan je eens de film zien, daarna misschien. Waar is de ingang? Waar is de ingang? Waar is de ingang? Dat is van de bank. Je moet eerst wat geld gaan afhalen. Ja, we zullen eens zien. Hallo, is er iemand? Sorry! Hallo! Ik wil geld afhalen! 500 euro! Nou! Dank je wel! Doe de nummer! Cinema. 2 hours later. Ik heb de cinema gevonden! Eindelijk! Wat duurde nogal? Ik vond het ook! Maar ik vond het niet! Allee, gaan we maar eerst beginnen met de tickets te betalen. Ja, ik heb de ingang gevonden!
Wachten nou op, dan naar binnen. Kost wel 20 euro per persoon, hè? 20. Euro's! Op je muil, gauw! Zeg gewoon! Dalton, je hebt je 500 euro opgedaan. Ja, maar dan wist ik. Ah, film begint ze! Ah, we mogen de telefoon niet gebruiken. Dan is just Jeff bellen. En we ook niet met donders. Dit is een stom kijk, moet ik kapot trappen. Dat is voor u, hè, Kenny. Je weet dat je dat niet mag doen, hè. En even mijn popcorn in eten. Kan we nou beginnen zagen, ook, of wat? Sorry. Oké, dat vind ik goed. Ah, ik dacht dat we naar een andere film gingen kijken. Koppallen vooral. Oh, dat is het begin van SpongeBob. Ah, nee, ja, toch niet. Toch. Dat is niet SpongeBob van Sint-Rana. Ik heb niet gelet op u. Oh, dat paard gaat dood. Kijk. Ah, nee, hij heeft. Oh, de film is al begonnen, of wat? Ja, ik denk het. Wat vind jij van de film? Kut film, jongen. Ga naar buiten. Hele film. Ga naar buiten. Ja. Oh, verdomme toch. Ik wil eruit. Ah, escape. Oké, ik wil eruit. Oh, pak een taxi. Kom. Ben echt moe, hè. Of gaan wij onze eigen auto? Kom, we pakken de taxi. Dan kan ik wel zeggen wat we naartoe moeten. Ja, daaruit, mijn taxi. Antwerpen Centraal, alstublieft. Volgens mij is dat voor een stemming over. Volgens mij is dat hier. Ik weet niet waarom, maar mijn gevoel zegt de onderkant. Die gaan nou weer niet uit te rijden. Klein probleem, we hebben flikken achter ons. Shit, weg! Hallo, papa! Allemaal getuigen! Allemaal getuigen, weg! Dood! Sterren! Hebben we dat flikken nou niet heel om iets beters te doen dan weer een dag achter ons aan zitten of wat? Blijkbaar! Sterren! Oh nee, politie! Oh nee, politie, wat is dit? Dit lijkt op onderkomen politie wagen. Oh, dan kijk ik wel over. Oké, jij redt. Ik schiet. Die is dood. Voor u, die politiewagen schieten. Dat mogen we niet vergeten. Die willen ons allemaal dood. Schiet. Wel, dan gaan we gewoon maar rijden. Die politie maakt het ook zo vaak meer. Schieten, maak ze kapot. Oh nee, bom, dat is niet slecht. Ik heb niet slecht met die aan. Val als ze even choken presteren. Prachtig! Een klein probleempje. Wat is daar weer een probleem? Dat je chef mist of wat? Ja. Net. Ik mis chef eigenlijk best wel. Ze mist me. Allee, telt er nog eens naar. We zijn toch de cinema uit. Oké, okay, ik bel hem even. Chef? Het is schokken hier! Godverdomme, de motorkap is kapot. Allee, daar gaat het. Wat zijn jullie aan het doen ofzo? Zal het een vlucht aan de politie? Kenny heeft er iets uitgesproken. Hey, Kenny? Allee, dan John wel weer naar de cinema. 2 minuten later, auto kapot en 5 man dood. John! Waarom John? Hij kunt hier nu nooit iets normaal doen ofzo. Hé, maar het is wel Kenny! Die Kenny redt mensen van verzekerd. Nee, ik telefoneer. Wat denkt u van uzelf? Oh, ik ben marginaal. Was er bij politie achter u of zo? Ik hou op de achtergrond. Wat is dat? Dat zijn ze rijden, dat zijn Kenny. Kenny. Ik ben geraakt in mijn borst, ik kan niet meer praten. Politie schiet me aan vlaggen. Ze hebben onze motorkap kapot. En praten. Ja, ik denk dat er wat meer kapot is aan u dan alleen maar de straat. Kenny, waarom zeg je dat? John, waarom heb je dat gedaan? Oh, ik moet je ook andere mensen in gevaar brengen. Eerst mij en nu Kenny, blijkbaar. Kenny niet. Kenny? Hey Kenny, spreek, leeft je nog? Kenny? Oh ja, we zijn aan het auto rijden. Oeps, tegeliger. Op, ja, hier nog. Allee, dan niet te tegen, hè. Oh, allee, John, ik ga moeten afvliegen. Ik hoop dat je nu kunt ontsnappen van de politie of wat dan ook. Dus nog 1 keer, ik wil je gewoon niet meer zien, hè. Dat is een reden waarom ik weg ben gegaan. De telefoon nu wel opnemen. Oké, John? Ja, dat is goed. Kenny? Oké, John? Chef?
Jeff! Ik word helemaal gek in mijn hoofd. Ik hou het niet vol. Allee, Jeff, licht nou maar af, want we zijn er bij Kanieren weg, hè. En dan is hij daar nog een beetje. Ik doe mijn best. Ik kan me gewoon niet... Dat niet gemakkelijk is met dat en marginaal. Ik heb er ook veel last van. Ja, ze die toek naar congeren moeten pakken. Ja, blijkbaar wel, ja. Wel oppassen om geen granaten pakt. Dat is nog gevaarlijker. Ja. Allee, dag, hè. Ja, dag. Chef. Dag, chef. Hey, ik ken niet. Wat heeft hem nog allemaal gezegd? Maar granaten? Dat gaan nou zeker marginaal zijn. Zeker naar de kop, gast. Hallo, papa! Wat doe je van, zot! Sorry, ik zat nooit meer te goed, sorry. Aap. Nu, bloopers. Wat zijn de kalkoenen? Hallo, Kenny? Hoe gaat het? Take 2. Already fucked it up. Ja. Ik wil eruit. Escape. Oké, ik wil eruit. Volgens mij is dat voor een stemming over. Wat is dat? Dat zijn sirenes. Kenny. Ik ben geraakt in mijn borst. Ik kan niet meer praten. Kenny. Hey Kenny, spreek, leeft je nog?